Op mijn Instagram had ik gevraagd welk gerecht jullie wouden dat ik klaarmaakte. En een antwoord dat heel vaak terugkwam was een Japans gerecht. Geen ramen, geen gyoza, geen sushi, maar wel een iets onbekender gerecht. Een lekker rijstkommetje met gefrituurde kip. Karage don. Eerst en vooral onbeende kippendijen in stukken snijden en marineren. Het eerste ingrediënt is sojasaus, ongeveer 2 eetlepels. En dan geraspte look en gember. Alles goed onder elkaar mengen en een klein beetje suiker toevoegen. Idealiter moet dit nu een uurtje marineren, maar een half uurtje is ook al goed. En nu een stap dat vaak vergeten wordt, maar Japanse rijst dat moet gewassen worden. Dus rijst in een kommetje en met water goed spoelen. De rijst ongeveer 2-3 minuten spoelen of totdat het water niet meer troebel ziet. Om de rijst te koken moet je 1 deel rijst hebben en 1 deel water. En dat moet dan ongeveer 8 minuten koken op een middelmatig vuur met een deksel erop. Dan mag het vuur uit en moet het nog 8 minuten rusten. Als de kip gemarineerd is, is het tijd voor het beslag. Daarvoor heb je eerst een beetje maïszetmeel nodig, een beetje lookpoeder en een beetje gemberpoeder. En karage wil in het Japans zeggen gefrituurde kip. En don is een rijstkommetje. Dus karage don is een rijstkommetje met kip. De rijst mag in een kommetje. De gefrituurde kip mag erover. Klein beetje zoete sojasaus, wat mayonaise en dan fijn gesneden noriblad. Een heerlijk fastfoodgerecht dat ik ongeveer 3-4 keer per week in Japan had als lunch. Ik mis Japan veel te hard, maar door dit gerecht ben ik toch een bekje terug daar. Like, subscribe, abonneer u op mijn kanaal. Klik op dat belletje, zo ben je op de hoogte van wanneer er nieuwe filmpjes zijn. Delen mag ook natuurlijk. En dan wens ik jullie smakelijk eten. Tot de volgende. De Supreme Chef van Whirlpool is een beest. Heb je zin om deze microgolf ter waarde van 300 euro te winnen voor op je kot? Klik dan op onderstaande link. Je kunt op 2 manieren deelnemen. Ten eerste door mij op Instagram te volgen of u te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door ze alle 2 te doen verhoog je uiteraard je kansen om te winnen. De wedstrijd stopt op vrijdag 5 oktober om 8 uur 's avonds en de winnaar zal willekeurig gekozen worden uit alle deelnemers. Veel succes!